kort, maar de filmpjes zijn zo kort dat ik toch wil proberen om u daar zoveel mogelijk over de artiest in te vertellen. Met dit hele zeldzame filmpje wordt op een leuke manier Engeland bij u geïntroduceerd. En dat lied is een verhaal apart. Het is een lekker liedje wat gezongen wordt door Bell en de Devotions, maar het is zo verschrikkelijk gejat. U moet straks maar eens kijken. Het zijn gewoon de Supremes, maar dan in een soort punk-uitvoering. Het is wel heel apart, maar het is een duidelijke kopie van het lied Baby Love. En het schijnt zelfs dat Holland en Dozier, de boys die alles voor de Supremes hebben geschreven, ook al een proces overwegen. Nou, we zullen dat allemaal beleven. Bell van Bell and Devotions heet in werkelijkheid Kit en is 28 jaar. En ik wil u wel even iets nog vertellen, inside information. De twee Devotions die u naast haar ziet, die bewegen wel mooi, maar die zingen haast geen noot. Want achter de coulissen staat een heel koortje dat hun lied zingt. Hier zijn ze, de Supremes in punk-uitvoering met het lied Love Games uit Engeland, Bell and the Devotions. Geluid en boegeroep ook uit de zaal voor deze Supremes imitatie